Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Harmony Shiny Cage Lock met Sander van Gaming SB. Hij is iets geïnflameerd, what the frick, hoe doet hij het, hoe doet hij het? Wat het erge is, ik vroeg van wil je nog een intro momentje doen? Ja, maar ik had hem al voorbereid. Oké. Voorbereiding? Toen jij toch naar de wc moest? Waarom niet? Ja, lang verhaal, dat was vorige aflevering. Ja. Tussen vorige aflevering en deze. En... Nee. Nee, tussen de vorige aflevering en die daarvoor. En die daarvoor, ja. Die met die... was dat de hamster? Nee, dat was... Oh, spoilers! Wat zeg ik nou, joh? Ja, wat zeg je nou? Was de meloenheer intro moment. Ja, ja. Tussen de hamster en de meloenheer. Die. Ja, ik heb het nu toch al gespoild. Ja, sorry. Dat vind ik wel een beetje treurig. Ja, ik ook. Ik ook. De evolutie was ook wel leuk. De evolutie intro moment. Ja, maar dit duurde niet eens 5 jaar. Nee, deze niet. Maar ik had ook expres niet opgezocht van niks en nou, ik denk, dan zijn we nog jaren bezig. Oh, ik kan gewoon naar route 7, joh. Nog niet. Je moet eerst links naar de Snorlax. Re-Snorlax, take it easy. Oké. Okay. En dan ben je bijna net zo ver als wat ik ben. Maar jij moet nog even zo'n schijn in de Pokémon vangen. En ik zou... Je moet eerst die 2 trainers kopen. Doen. Ja, Pokéballs kopen. En dan die 2 trainers doen die daar zijn. En dan zou ik rechts gaan hunten en niet links. Want anders moet je meteen tegen die 2 Furfroos. En dat is echt een kut fight. Ja, sorry Jordi, maar dat ga ik niet doen. Dat ga ik alleen doen als ik level 100 ben. Dus nooit. Oké. We going to coping. Bye. Oh, doggy beating. Ballings. Oeh, ik heb helemaal niet zo heel veel geld, joh. Dat vind ik niet leuk. Ja, dat vond ik ook al zo tegenvallen toen ik net dingen ging kopen. Koopie. Gelukkig krijgen we straks ook nog geld van de trainers. Maar de vraag is, wil ik... Dat is wel fijn. Ik ga gewoon voor 1. Dan ga ik voor nog wat... dit ga ik... Oké, ik ben broke. Leuk. Nice. Fijn. Yo, Shauna. Shauna? Ja, we gaan samen romantisch naar vuurwerk kijken. Kaboom. I do be shipping it. Ik moet nog steeds lachen dat ik... hoe heet het met nieuwjaar tegen jou zei. Ze doen allemaal kabooming voor jou. Ja, snap ik. In de lucht. Ja, dat was wel mooi. Dat was een mooie catchphrase. Mijn kolen! Ja. Ja, ga je met je level 5 voorop beginnen? Ja. Nice. Als ze area trap hebben of zo. Ik word woest! Hey, ik word waarschijnlijk wel echt oprecht een beetje woest dan. Hebben ze area trap? Nee, natuurlijk niet. Jij lacht zo, ik vind dat eng. Ik ben ook een beetje eng, zijn Rain. Je bent wel eng. Wow, Pantana! Valt wel mee eigenlijk. Weet je wat ik eng vind? Cheaters. Oftewel Penny! Incinerate die bitch! Oh nee, zijn ijs is geen bitch. Ik haat you! Zeg nou, ik haat you! Nee, ik zei Pikachu, Sandrine. Oh. Je doet mijn framing. Nee. Ik had het wel leuk gevonden. Ik had er wel zo'n vriendje in gevonden. Mm. Mijn kolen gaat level up, joh. Bullet poentje? Oh, kogelstoot? Kijk, en dit is dus Attack the King. Nu is hij meteen level acting. Dat is fijn. Ja, het is een starter, hè. Die is een low experience group. Ja, dat is chilling. Hoe hoog is deze? Oh ja, ik ben natuurlijk nu geen grass. Ja. Oh ja, die Psyduck heeft wel area trap. Meen je dit? Nee, natuurlijk ik zie toch letterlijk dat die
Cloud9 heeft. Wat is dit nou? Wat? Wat is dit voor opmerking? Gozer. Ik zat je gewoon te pesting. Is dat wat te pesting? Wat een breaking. Weet je, die spies altijd? Totally spider. Totally spider. Ja. Dat zou Paddy zeggen. Dat klopt, ja, dat zeggen Paddy's wel eens. Is een aflevering in Totally Spies dat ze veranderen in eenden? Dat zou fucking ziek zijn. Dan heb je echt Totally Spies. Nou, je kunt eraten wat je wil, Paddy. Maar hij maakt het wel grappig. Wacht, dit is een... Wat doen we met deze sterk Snorlax? Shiny Hunter. Nee, we kunnen een token doen. Dat je een extra... Doen sommige mensen ook namelijk wel. Dat ja, leg even uit voordat ik begin. Oké, okay, als je een token doet, dat je je vangt de Snorlax. Ja. Yeah. Als je de Snorlax vangt, dan mag je dus in een andere route ook nog een keer een Pokémon gewoon een tweede Shiny, zeg maar. Ja, je mag in één route een tweede Shiny, omdat deze static niet mogelijk is. Of, ah, okay. Tenminste, als shit niet gerandomized is, zie je ook nog wel eens dat mensen dat zo doen. Als statics niet gerandomized kunnen worden of zo. Ja, want het is volgens mij namelijk wel zo dat hier alle shiny locks eraf zijn, zeg maar. Ja, we kunnen dat ook zeggen. Nee, want het is al te laat, want ik was er al naartoe gelopen, dus ik kan het niet meer soft resetten. Ah. En als je runt? Dan is hij ook gewoon weg. Dat weet ik eigenlijk niet. Je kunt hem nu safe state. Met een Citra? Nee. Ja, bij emulatie kun je safe state. Ah, weet je wat, ik kill hem wel gewoon. Dan doen we gewoon, dan zeggen we gewoon nu, we doen met een as token. Dat is goed, maar dan mag ik hem gewoon killen, hoef ik hem niet te vangen. Ja, ik vind het best. Ik word gelikt. Abba. Oké. Okay. Abba? Nee, niet Abba. Oké. Okay. Woes. Ik rij zo deze trainer in, joh. Eriko. Zigzagoon, die ken ik. Die heb ik zelfs. Zigzagoon. Wat een hoen. Weet je wat? En nu? Ik ga het gewoon proberen. Bullet the punching. Krijg de tearing. Wat een earring. Je kan runnen trouwens, Sander, dan weet je dat. Oké. Okay. Hoeveel de tackle? Oeh, habit is natuurlijk wel oh, 6. Dat is op zich. Oh ja, yeah, not very effective, omdat ik zo'n steel typing ben. Zo ziek, hè. Heel ziek, hè. Ik ga gewoon bullet punching. Oeh, gaat nu wel naar een defense lopen. Maar weet je wat ik ga doen? Hem vermoorden! Yo. Oh. Moordenari? Oké, Sandra, het is weer tijd voor de combi! Strat! Doe de combi, Strat! En je kon hier niet zo'n dingetje doen, hè? What? Zo'n hoarding counter. Nee, daar niet, nee. Oké, dan ga ik zo eventjes dat dingetje... Oeh, Luna? Een ding is een Colossian Cyndaquil? En okay. Een Krabby. Een Goal, level 11. Nice. Ralts. Is die Fairy in deze game? Ja, want Fairy bestaat al in deze game. Tuurlijk is Fairy. Maar is Ralts zelf ook al Fairy? Dat is een vraag, hè? Dat is niet van... Dat ik zeg dat het niet dan is. Dan ga ik nu checken. Oh. I do be checking. Nee. Denk het niet. Denk het niet. Nee. Maar dit is not very effective, toch? Munchlax. En een spider. Wacht, Steel is toch super effective op Fairy? Ja. Nee, ja. Ja, Steel is super effective op Fairy. Ja, zeker. Oké. Dan gaan we naar Schilly, die kan bite. Fuck. Ah! Tot zover mijn tactiekje. Oh, dubbel. Oh. Nee.
Dat je zou hem maar gewaarschuwd hebben voor dit. Je zou hem maar gewaarschuwd hebben. Wacht, hoezo is het is een tackle not very effective op Ralt? Dat hij psychic. Oh, misschien is hij wel harmonic type in deze game. Oh, dit is wel echt balen. Oké. Okay. Ik weet wat er is, Sander. Fairy type zit niet in deze game. Dat is harmonic type. Want mijn Floette is normaal ook fairy type. En die is nu ook harmonic type. En die Minchino, die is normaal ook fairy type. En die is ook harmonic type. Interesting. Dus dat betekent dat er geen fairies in zitten? Nee, alleen... Harmonic is basically hetzelfde. Nou, blijkbaar niet, want... Oh, als ja, hij wel ja. Harmonic is, dan is Steel niet super effective. Poison is... Ja, Poison was wel super effective. Dit is echt kut. Als ik mijn kolen verlies, hè... Zou wel toepasselijk zijn. Mm-hmm. Met zijn naam, maar nee. Oké, we gaan gewoon bullet punching. Ik hoop het. Je kan niet heel veel Pokémon gaan. Heel verschillend. En dat is mooi, want dan... Ja. Hebben we een beetje krijgen andere teams. Krijgen wij weer precies dezelfde. Dat zou kunnen, maar de kans wordt wel natuurlijk steeds minder. Als je steeds meer Pokémon, verschillende Pokémon. Maar het kan wel. Fucking double team, hou op. Ik haat Ralts. Etmo. Oh, waarom? Waarom deed ik ook de switch training strat? Ik wilde hem gewoon zo graag trainen. Dat deed damage. Ja, dat was oh, crit. Oh, dat is een crit. Ik dacht al. Nee, relatief goede damage. Ja. Dat kan wel zijn. Maar... Hij doet ook niet veel damage, dat is op zich een voordeel. Dat is zeker een voordeel. Maar kijk dan hoe weinig ik doe. Ja, en, en hij heeft ook nog dubbelteams. Hij zit full on de dubbelteam. Oké. Nou, ik heb een aantal keer geluk gehad. En meer geluk dan met onze cage match met de dubbelteam. Of met Sentatex was dat natuurlijk, maar alsnog. Ja, maar toen dacht de game ook gewoon wie de fuck doet er een lick tegen een normal Pokémon. Daar hebben we het niet over. Oké, ik kan nog 3 keer Hiba. Hey, een shiny. Welke Pokémon is het? Moona? Ja, Moona! Ja, holy damn, die is ziek. Holy damn. Maar... Maar ik ben ook wel benieuwd wat die... Wat Cinequil was geweest. Qua typing ook. Mhm. Dan vooral. Eigenlijk. Ik krijg het ook wel. Ah, nee! Ja, dat... Natuurlijk, dat krijg je als... als je zo vaak probeert. Ah, dat is... En dan... Dan mis ik niet, hè? Op mezelf, nee. Dit is heel naar. Kijk, normaal zou ik switchen. Maar ja, dat kan niet. Normaal was deze battle al lang af. Ja. Sorry. Nou ja, nee, hoe heet het? Nee, je hoeft geen zorgen. Kijk, weet je wat het is? Ik hoop gewoon dat je wint. Ik hoop dat je gewoon je ding, je Chikorita niet verliest. Oké, ik snap wel out of the confusion stond er net. Dat kijk, weet je wat het is? Ik dacht, Ralts, fairy type, moet wel lukken. Mm-hmm. Oh, hij had nog niet 6 keer dubbelteam gedaan, blijkbaar. Nu waarschijnlijk wel. Bullet punch, oké. Okay. Oh, dat... Ja, hij lowert mijn attack.
Ja, kijk, ik wil wel Screech, maar Screech is al 85 accuracy. Dus dat is een beetje waar ik mee zit. Anders had ik wel Screech gedaan. Oké. Ik dacht dat Munna Psychic was. Is. Ja. Dat is. Dan zou Bite super effectief moeten zijn, toch? Of hij is Harmonic type. Ja. Zou bijna denken. Oh, wat doe je? Oh, geen crit. Uh-oh. Oh. Met de crit had je het ook overleefd. Ja, dan was ik op 1 HP blijven hangen. En ik ben weer confused trouwens. Ja, ik zag het. Niet leuk dit. Nope. Oh, is ook kut, een maximaal. Jan, flikker een end op, jongen, met je Jan. Ja. Kom op. Boeder punch. Oh, dat is zo fijn. Ik ben steeds zo blij als hij alleen maar raakt. En dan zie ik hoe weinig het doet. Hij moet struggelen straks. Dat is de enige op. Snapped out of confusion. Oké, anders dan had ik nog wel kunnen verliezen. Mm-hmm. Als hij niet snapped out of. Hoe vaak kan die dubbelteamen? Hij heeft echt al... Ja, maar dubbelteam is best wel veel pp, hè? Ja, maar ik bedoel meer zo van... Volgens mij heeft hij het al 6 keer gedaan. En je kunt maar 6 keer je ding ophoog, toch? Mm-hmm. Je stat. Dat klopt. Dat is een beetje... Oké, nu zou ik met een crit dood zijn. Dus we gaan super potionen. Wat een struggle is deze battle voor jou. Zekers. En allemaal omdat ben ik zo insect? Nodig moest... Want jij doet struggle, Buck. Ja. Allemaal omdat ik zo nodig moest switch trainen. Beter krijg ik hier wat XP voor trouwens. Echt, geld. Jongen, word een keer wakker, kut aap. Ja, die aap is wel kut. Ja, die vond ik in de case match ook kut. Weet je wat het ook is? For some reason... vind ik Apom ook wel een beetje op een fighting type lijken. Ja, of ja, zo. Dat, ja, ik snap wat je bedoelt. Ook op hoe die staat. Ja, dus ik denk dat daarom ook... Omdat het toch een beetje instinct is of zo, dat ik... Daar dan soms naar uitga en dan dat het zo van... Oh nee, dat is niet. Dus daarom deed ik waarschijnlijk Lick. Ik dacht ook op dat moment eerst echt van waarom werkt het niet? En toen, oh ja, hij is normal, shit. Finally. Nou, we zijn in 2025, maar... Nee. Hij is wel dood. Gulpin is poison. Ik kan gewoon in blijven. Wat heeft Gulpin nog meer? Ja, op zich. Ja. Is Steel ook super effective? Nee, wacht, Sander, wacht. Mijn ding je is hebt geen op... PP meer. Ja. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ah, oh, die Muna is wel vet. Ik hoop echt dat je die krijgt. Mm-hmm. Kan die Muna slaap iets of zo? Ja. Jan, dit is leuk als ik hem heb straks, maar het is nu fucking irritant. Weet je dat ik daarom ook heel erg zat te twijfelen om mijn Pansier in te zetten? Gewoon puur voor Jan, en achteraf dacht ik, had ik dat maar gedaan. Ja, precies. Al helemaal wetende dat hij ook Sand Attack kon, want daar had ik compleet niet over nagedacht. Wacht. Oeh. Ik haat deze game. Je hebt je start in ieder geval nog. Wees blij. Nog wel. Ik ga even healen. Ben zo terug. Doe het maar even. Hey. Hij blokt me. Hij wil niet dat ik heal. Wat?
Ik wil eigenlijk zeggen van, ik zou potions kopen, maar ik weet niet of je nog geld hebt. Nee. Net van die ene battle misschien, maar... Ik kan best wel wat potions verkopen. Ja. 10, oké, dat is genoeg. What the fuck, ik haat Jan. Die moet net als die slak geband worden, hé. Hey. Is je tegenstander toevallig Paddy? Hij speelt vals. Lijkt wel, want hij speelt vals, inderdaad. We zitten nog steeds op die cirkel. Echt, volgens mij komen we daar ook nooit meer vanaf. Dat was ook wel de hele reden van de cirkel op zich. Weet je wat ook jammer is? Dat je de pokervloed niet kan gebruiken in battle. Kan dat niet? Wacht, in Gen 1 en 3 kon dat wel. Is dit naar de grasje? Ja, dat is naar de grasje. Mijn code vraag is, wil ik die voorop hebben? Ik denk dat Ralt stil is. Kijk naar mijn ability. Magnapool. Which means... Nee, dat is alleen voor je tegenstander. Je kan zelf wel gewoon escapen. Maar ik denk... Het is alsnog wel een steel type, denk ik, hoor. Die Ralt. Want dat zou wel... Dan heeft hij misschien ook Magnapool. Of zo. Ik denk het niet, maar wie weet. Weet je, we kunnen het gewoon testen. Want deze guy heeft... Heeft deze guy Magnapool? Nee. En ik wel. Dus dat, inderdaad, dan zou hij ook Magnapool moeten hebben. En dan zou hij ook Steel type zijn. Want dat zou wel verklaren ook waarom... Dinges niks deed. Tackle. Ja, ik denk nog steeds dat hij gewoon een harmonic type is. Ik weet het niet. Overigens, als je Beldum en Honedge tegen wil komen, moet je Chikorita voor inzetten. Beldum en Honedge. Ja, Honedge wel. Beldum ben ik bang om te verliezen. Magnapool zorgt er toch ook voor dat je meer steel types... bevecht, zeg maar. Dat weet random ik niet. Tegen. Nee. Dat zou best kunnen. Ik weet het niet. Het enige waar ik nu mee zit is... Kijk, ik wil Honedge wel, maar... Beldum ga ik niet kunnen vangen. Met het aantal ballen en... Ik heb wel Jan. Dat is wel. Dat is op zich. Voor Beldum is dat nog aardig gunstig trouwens. Mm-hmm. Dan kan hij zichzelf ook niet hitten. Precies. Oh, hij doet weer Jan. En jij hebt Beldum. Natuurlijk ook niet gevangen. Of wel? Nope. Ja, dat vind ik... Dat is vooral een beetje waar ik mee zit. Nu. Zou Beldum sneller zijn dan Chikorita? Nee, oké. Okay. Ik denk toch... Want je kon hier niet Sweet Scent, hè? Nee. Oké, dan had ik ook combi wel even uit mijn team kunnen doen. Maar goed. Boeien. Roselia. Op zich ook wel gunstig, want dan zou ik een Grass type hebben. Die heb ik al niet. En Steel heb ik al wel. Maar Psychic natuurlijk ook. Dubbel. Keklion, ik wist niet dat hij zat, joh. Nee, ook niet. Nee, dat hoeft niet.
Ninkada. Ninkada. Dat zou wel chill zijn als ik die zou hebben op zich. Shiny. Want dan heb ik er gewoon twee. Dus dat zou ergens wel mooi zijn. Oddish, die hoef ik echt niet. Nee, ik zou Oddish wel gewild aan hebben. Aan de andere kant is wel gewoon een grass type, ja. Yeah. Ja. En misschien is het wel gewoon een hele vette shiny. Ja, dat kan. Ik kan hem ook gewoon proberen aan te vallen, want ik kill hem sowieso niet. Dat hebben we bij die andere Munna geleerd. Ja, ja. Oh. Oh, ik denk wel 427 beurten asleep in deze fight. Dat is wel veel. Bel hem. Oh ja, Psywave is gewoon lucky hoeveel damage je doet, hè? Ja. Dat is good. Ik weet niet precies hoe dat altijd werkt, maar... Volgens mij is het ook... gewoon completely random. Ja, want ik, volgens mij ook Superfectiveness. Ik weet ook niet of dat werkt dan. Wat bubbel hit iedereen, als ik dat had geweten. Dan? Dan had ik dat net gedaan. Nee, want dan had je Moona misschien ook doodgemaakt. Nee, niet in één keer. Ja, ja, oké. Okay. Gameboy Luke. Piedip, piedip, piedip. Het werkt, het werkt. Toch. Ik weet niet of het slim is. Ja, zie je, hij is Psychic Harmonic, dat dacht ik al. Interessant, interessant. Oh, nee. Louis? Nee, lui. Oh! Omdat hij zo'n sleepy guy is. Dat is hij wel. Nou ja, jij was meer sleepy guy dan hij. Maar ja. Dat is waar. Ik zit er aan te denken. Maar je hebt hem dus, dat is wel een ding. Oké. Okay. Organized boxing. Kom straks ook weer een grotto en in die grotto moet ik ook weer een Pokémon vangen. Ja. Zullen we de aflevering zo beëindigen, Sander? Wanneer is zo? Na deze encounter van jou. Al was hij shiny, dan dacht ik van, nou dan ga ik nog wel even verder. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Wil je het een leuke aflevering doen? Daar heb je mogen. Zie je graag een volgende keer weer. Adios, amigos. Doei.